Goedemorgen allemaal! Goedemorgen! Lieve mensen, naast mij zit Leon Brouwer. Van zijn eigen kanaal, Leon Brouwer van Stay Radical. Maar sinds een paar weken ook van Maak Je Niet Dik. Ja, Maak Je Niet Dik. Ja, dat is leuk. Dat doe ik met Romario. En we gaan de komende 6 maanden online, alles online gooien. En dan gaan we afvallen en heftig sporten en afvallen. Je gaat afvallen op een kanaal. Ja. Door te sporten, goed te eten. Ja, klopt. En we hebben ook, zeg maar, we maken 2 teams. Team Leon, team Romario. Mm-hmm. En dan gaan we kijken wie de wedstrijd wint binnen 6 maanden. Wie het meeste afvalt. Nou, hoe zwaar ben je dan? Hoe zwaar ik ben? Nou, het is wel heftig. Ik heb dus de eerste aflevering staat online. Kun je eventjes in de beschrijving vinden. En daar was ik maar liefst 108,5 kilo. Voor de mensen die het niet verstonden dat hij zo'n komkommer in zijn bek had. 108,5 kilo. Vreselijk ben je. Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk ook omdat ik een hele grote piemel heb. Die is ook heel zwaar. Jezus. Dat, ik vind het leuk dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, eet niet te veel, want dit is bijvoorbeeld allemaal suikers. Is dat zo? Nou ja, ik weet stonden niet aard, er stonden aardbeien op, dus het was nog goed. Het enige wat ik me afvraag is altijd, hoe komt het dat je dik bent geworden? En dat bedoel ik niet lullig, maar nee, waar nee, is dat dan zo gegaan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk altijd wel dik geweest. Ja, dat is echt zo. Kijk, Romario daarentegen, die was prachtig mooi slank. Maar die heeft zich natuurlijk helemaal vol vies vet gevreten. Dus voor mij is het helemaal niet erg. Nee, jij bent altijd al dik geweest. Ik ben altijd al dik geweest, dus voor mij is het niet erg. Oké. Nou, dikke Leon, ik vind het leuk dat je naast me zit, want je bent een schat. Oh, dankjewel, Nanne. Lange Nanne. Vind je het eng om te doen, online? Het is wel persoonlijk, dus het is wel eng aan de ene kant. Maar het is aan de andere kant ook wel weer ontzettend leuk, omdat het me wel weer drijft om door te gaan natuurlijk. Ja, en het is ook gewoon hilarisch, want dit zijn bijvoorbeeld beelden dat jullie aan het sporten zijn. 5 minuten bezig en nu al naar de tyfus. We kapot, ja? Maar we doen het wel even. 10. En gaat het je lukken? Ja. Hoe zwaar wil je worden na 6 maanden? Ja, dat weet ik niet echt, want ik weet niet, als stel je voor dat ik 20 kilo afval, hoe ik er dan uitzie, maar ik denk... Ja, dat weet je helemaal niet. Nee, joh. Je weet helemaal niet of je dan knap wordt of zo, bijvoorbeeld. Nou, wat zit je toch ook slecht in elkaar? Of dat je stikt in je shitty. Nou, tot nu toe gaat het nog niet echt over het nieuws. Jij ram maar lekker in met paardennieuws. Ja, joh, ik heb wat gevonden op internet en ik vond het heftig. Britt Dekker, die heeft op een gegeven moment iemand betrapt, een paardenverkrachter, en... Ze vertrouwde het helemaal niet, zette ze op Twitter, is ze naar dat paard toegegaan en naar die man. Die zei dat hij dus vogels aan het spotten was. En het paard was dus al gedrogeerd en die man was dus gewoon echt... die stond paraat voor het paard. Maar volgens mij was er al iets in het nieuws dat er in die buurt waar ze was, dat ze dan, dat ze daar al, dat hij actief was, zeg maar. En toen ging ze er volgens mij langs met de roze Fiat en toen dacht ze, hé... Nou, wat erg. Dat is verdacht. Zie. Beste paardenverkrachter, als je kijkt... Wat ranzig van je, wat vies, ik mag je niet. Nee, ik ook niet. En jij moet zelf verkracht worden door het paard. Ik hoop... Ja, dat zou fijn ja, zijn. Ja, toch? Ik wil nog even iets zeggen over Lindsay Lohan. Niet omdat het heel bijzonder nieuws is, want ze heeft haar eigen foto op Instagram gefotoshopt. Ja, maar dat doet elke wereldster tegenwoordig. Ik doe dat niet. Ja, Lindsay, ja, maar ze is toch heel erg afgetakeld en drugsverslaafd geweest of zo? En afgevallen ook. Afgevallen, ja. Dat is mijn voorbeeld dus. Ze woog ooit 108,5 kilo. Echt? Nee. Die arme meid, wat is er dan dik? Deze week was in het nieuws dat Pharrell Williams en Robin Thicke bijna $7,2 miljoen aan de eigenaren van Gay. Marvin Gay moest nou, die wil ik dus de naam zeggen. Nou, high five. Hey meid, hè? Goed zo. 7,2 miljoen, ja. Omdat het nummer onwijs veel lijkt op, ja, op een nummer van Marvin Gay. En wat ik weet toevallig is dat het nummer Blurred Lines heeft 10 miljoen opgebracht. Dus daar moet je dus 7,2 miljoen van afstaan. Dat is heel veel. Ja, jongen, dan heb je zo'n wereldhit. Nee, dankjewel. Iedereen kan je vinden op Maak Je Niet Dik. Ja. Link vind je nogmaals in de beschrijving. En abonneer even, want hoe grappig is dat? Gewoon een online afvalrace van 2 mensen die een beetje overgewicht hebben. Nou, een beetje. Romario, die spant wel echt de kroon, hoor. Is die dik, hè? Jeez. Ja, dat ga je makkelijk winnen ja, van hem. Ja, toch? Daarom. Dus niet te doen. Jeetje. Ja, echt. Poeh. Volgende week zit ik in de sneeuw met BNN. Fucking vet. Oh, wow. Dus dan is Anouk er. Misschien wil je dan ook wel aanschuiven. Als ik dan tijd heb en kan. We zijn natuurlijk heel druk met alles. En sporten en zo ook. En sporten, ja, dat vergt tijd, hè. Ja, ja, ja. Joh. Nou. Heftig. Volgende week zit Anouk er dus. Ik niet, dan zit ik in de sneeuw. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week en een fijne lente, want dan begint ook de lente. Oh, heerlijk. Lekker zonnetje. De vorige video die vind je daar en dat ging over Justin Bieber alweer. Ja, nou, het is een lekker ding, dus ik snap het heel goed. Prima. Als je in de beschrijving kijkt in je mobieltaart, vind je de link daar ook gewoon.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de afvalrace vinden. Vind je het stoer van hem? Vind je het een beetje gênant? Laat het alsjeblieft weten en deel deze video met iedereen die je kent. Zien we je gewoon volgende week niet, maar Anouk ziet je dan wel. Tot dan. Dag. Hoi.